Vanaf 2003, 2007, 2011, 2015, 2019. En ook de huidige kampleider die zit hier op tafel. Tamara Geldhof, Robin Middel, Erik Ruizen en Richard Duin. Welkom. Welkom. Hoi. Dankjewel. Kijk, daar zitten ze Dankjewel. allemaal. <laughs> hey, uh, om een kleine introductie te geven, we beginnen bij de oudste uh, kampleider kampleider hè? qua ervaring. <laughs> qua ervaring. Um, kan je jezelf even kort introduceren op uh, zeg maar je scoutingpaspoort? Scoutingpaspoort, nou, dat wordt wel heel leuk. Richard Duin. Uh, nee, mijn scoutingpaspoort, uh, die uh, begon pas een beetje zo toen ik uh, uh, een jaar of twintig was. Dus best wel een uh, buiten, buitenbeentje. Mijn vriendin, die kwam bij een uh, scoutingclub terecht uh, in Haarlem. Mag de naam meestal volgens veel clubs niet noemen, groepen. En uh, die was zo enthousiast en er zaten er eigenlijk heel veel bekenden vanuit de buurt. En uh, ja, een keertje meegegaan, zoals je dat dan wel doet. En uiteindelijk. Uh, ja, Daar blijven hangen en uh, heel veel uh, plezier gehad. Uh, dus ja, niet echt een scouting uh, verleden. Ik ben wel altijd een organisator geweest. En als je dan toch wat moet organiseren, waarom dan niet mooi combineren met scouting? Dus dat uh, ging uh, perfect. Dus uh, ze hadden daar ook een stam. En uh, nou, die stam die kwam elke vrijdag bij elkaar. En op een gegeven moment gingen we dingetjes regelen. En voor ik het wist, uh, zei ze opeens tegen me: van, Hey, oud baas. En uh, ik wist god niet wat het was. Maar oud baas was dan dat je eigenlijk dan. Uh, dus dan een beetje bij elkaar uh, proberen te, te houden. En uh, nou ja, van daaruit stop je een beetje voorzitter geworden van die groep. Nou, en toen op een gegeven moment kwam, uh, zeg maar in een later stadium, kwam de, kwam de Jamaretten een keertje voorbij. Maar werd je gevraagd door, uh, diegene, die, door mensen die al bij de Harlem Jamaretten werkten? <coughs> ik stel even te denken hoe dat ook weer ging. Ja, gevraagd is een groot woord, denk ik. Dat, uh, ik werd kampleider in 2003. En het grappige was denk ik dat ik op dat moment in, uh, helemaal niet in Nederland woonde. Ik uh, woonde in Amerika. Ik was in 2001 met het gezin naar Amerika gegaan voor mijn werk. En ik denk dat het, uh, nou, volgens mij was het de kerst van 2022 of zo. Ik was uh, twee weken in Nederland en ik liep door een winkelcentrum in Schalkwijk. en daar kwam ik uh, Roel Schaar tegen. <laughs> nou, Roel is samen met, uh, met een aantal anderen een van de, de oprichters geweest van, van de Jammerette. En we begonnen over de Jammerette te praten. En dat ze eigenlijk nog steeds geen uh, opvolger hadden voor uh, Piet Hoendedos. Ja. En toen zei ik, ja, jammer dat ik niet in Nederland woon, want het lijkt me wel eigenlijk wel hartstikke leuk. En uh, ik had ook een goede ervaring en achtergrond wat uh, het leiden van kampen betreft uh, in Amerika. Dus dat had ik al vier keer gedaan, uh, twee maanden lang. Dus dan heb je natuurlijk met heel veel medewerkers te maken en met eigenlijk hetzelfde uh, principe. En uh, nou, toen was het van, ja, kun je toch niet je cv'tje insturen en dan kunnen we eens kijken. En uh, ja, voordat ik het wist, werd ik, werd ik gebeld van, uh, zou je het willen, willen doen? En toen was Roel Schaart degene die het zeg maar hele voortraject met mij op de achtergrond, want ik was er fysiek niet, heeft geleid. Maar uh, ze wilde geen, uh, geen oude kop uh, voor, de, voor de troepen hebben. En uh, ja, ik was toen, wat was ik? 28, 29 denk ik, of net 30 misschien. Dus uh, ja, ik kwam in een gespreid bedje terecht uh, een week voor dat, uh, dat de Jan uh, begon. Toen was de opvolger. Yeah. yeah, Yeah, yeah. Want ik woonde ook in het buitenland in 2003, dus <laughs> die heb ik overgeslagen. Misschien wel een leuke anekdote dat Roel eerst mij op Curaçao bezocht heeft om mij te proberen te scouten, letterlijk en figuurlijk. Maar dat, ik, ik zag dat toen, tegenstelling tot Richard, niet zitten om zeg maar, op afstand uh, niet in de organisatie betrokken te zijn, maar wel uh, als kampleider uh, op te treden. Maar Richard die, uh, heeft daar uh, heel mooi uh, dat jaar uh, gevuld. Ik ben dit jaar ook niet geweest, dat deed te veel pijn. Ik was wel net terug uh, uit, uh, uit Curaçao, waar ik drie jaar gewoond had. Maar ik kon het eigenlijk niet helemaal aan om uh, op het kamptrein rond te lopen terwijl ik er helemaal geen rol had. In uh, 2007 belde Richard me, ik weet niet of ik het mag vertellen, Richard, maar hij belde me eigenlijk voor een hele andere rol. Toen zei ik van ja, eigenlijk, <laughs> ik als een stekker dat ik vier jaar geleden geen ja heb gezegd. Ik zou eigenlijk jouw functie wel willen hebben. En, toen, uh, en zo is het gekomen dat ik in 2007 uh, de eerste kampleider geworden ben, maar toen wel met een heel uh, voortraject, uh, eigenlijk de hele uh, drie, vier jaar aan de voorkant uh, meehelpen organiseren. Um, ja, en dat uh, ging eigenlijk uh, dusdanig goed. Maar als je dan. Tenminste, dat was mijn uh, theorie. Dat de eerste keer gedaan hebt. Dan zie je natuurlijk een heleboel dingen. Dat je denkt: van ja, dat gaan we de volgende keer net even ietsje anders doen. Er uh, zat ook heel veel nog uh, 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 mensen die dat al heel lang deden. De Jamborettes. Waarvan we zeiden: van ja, dan moet op een gegeven moment moeten we dat gat gaan opvullen. Met een, uh, met een nieuwe generatie mensen. Die uiteindelijk uh, voor de lange termijn die Jan blijven, uh, blijven organiseren. En dat was een van de doelstellingen die we hebben uh, uh, nagestreefd in de jaren daarna. Dus 2007, 2011, een heleboel verjonging. Toen hebben we ook gezegd van alle teamleiders moeten minimaal een assistent-teamleider hebben. die in de fase daarna het over zou, uh, zou kunnen nemen. En 2015 uh, was het laatste als, uh, als kampleider. En toen uh, vond ik zelf dat ik ook een oude kop had. En uh, dat het uh, tijd was voor de, voor de volgende generatie. En toen zat er iemand in jouw team? Ja. Dat was een, het was een, een team van uh, oud-jong-rijp. Allemaal mensen die uh, behoorlijk stevige ervaring hadden binnen de Jamoretten. Uh, ik had zelf ook twee keer het mediateam uh, waar we nu ook zitten gedraaid voordat ik uh, kampleider werd. En Erik uh, zat uh, bij mij in het team op het teamprogramma, samen met Gorni, even ja. uit mijn hoofd. En uh, die uh, uh, zag het uh, zitten om uh, een keertje zelf als kampleider te gaan acteren. En Tring, <tijd>. Erik. Ja, um... Ja, qua qua jamborette uh, zat ik inderdaad al bij Robin uh, uh, in de kampstaf um, twee keer formeel en één keer uh, informeel, omdat uh, Gonnie, de andere hoofdprogramma uh, toen uh, thuis voor de kinderen moest uh, zorgen en ik uh, als uh, teamleider hikes in geen teamleider hikes meer was, maar uh, uh, in de kampstaf uh, programma deed. Um, daarvoor ben ik uh, nog een keer teamleider Hikes geweest. En uh, mijn allereerste Jamorette was ik uh, hoofdvoerage samen met Niels Bloem, die dat ook jaren gedaan heeft. Um, mijn scouting uh, wieg, want daar begon je net natuurlijk uh, mee. Zeker. Dat is wel ja. grappig. Uh, we zitten hier nu op te nemen in het clubhuis van de Graaf-Bennendotte. Uh, hier uh, vlakbij, in het bos liep ik uh, rond als welpje. Uh, nou, dat is hier ongeveer. Uh, 40 meter vandaan bij de, de groep de GB Alpaca, die helaas niet uh, meer bestond. En uh, van daaruit uh, ben ik, uh, nou ja, uh, leiding geworden bij Welpen, leiding scouts. En uh, uiteindelijk, uh, uh, naast alles uh, met de Haarlem-Jan uh, leef ik nu uh, aan de andere kant van het land uh, bij een scoutinggroep, waar ik, uh, waar ik voorzitter uh, mag zijn. Um, dus dat uh, voor wat betreft uh, de scouting wieg Um, voor de Haarlem-Jan uh, dat heb ik uh, één editie gedaan, wel vanaf, uh, vanaf begin tot eind. Um, en ondanks dat ik het heel gaaf vond uh, om te doen, uh, heb, heb ik ook wel toen wel gemerkt dat het... Uh, nou, het is, het is een gigantische klus en ik denk dat Tamara dat, uh, dat kan, uh, kan beamen. En aan de andere kant van het land, met ook nog een drukke baan, uh, zag ik het na één editie niet zitten om het... Uh, om, uh, om het nog een keer uh, uh, voor elkaar te boksen. Omdat ik ook gewoon niet wist of ik daar nog wel de energie voor uh, kon opbrengen. Om dat dan uh, nog een keer tot een, uh, een acceptabel, uh, of in ieder geval goed eind uh, te kunnen brengen. Ja, over die werkdruk gaan we het zo ook hebben. Ja. Ja? Want daar heb ik wat vragen over. Want het is natuurlijk best wel een ja, verantwoordelijkheid om zo'n sub- of zo'n kamp. Met subkampen, met deelnemers. allemaal uit de grond, grond te stampen elke uh, vier jaar. Maar dan komen we bij de huidige, uh, huidige kampleider, Tamara. Ja, uh, ja. Uh, nou, uh, zeker een verantwoordelijkheid, maar, maar heel leuk. Uh, ja, om, om met uh, uh, Erik zei uh, tot, tot een goed eind te brengen. Uh, dat hoop ik uh, nog maar te doen natuurlijk. Hè. We zitten nu nog aan de vooravond van de Jambo. We hebben net uh, met elkaar uh, gezegd dat we nog 100 dagen tot de jambo hadden. Dat is ongeveer vijf dagen geleden. Dus uh, ja, de tijd gaat, uh, gaat snel. Uh, maar uh, mijn, mijn scoutingweg, ja, het is gewoon met de paplepel ingegoten. Ik uh, ging als kind van Al mee. Naar de scoutinggroep waar mijn ouders bij zaten. En daar liep ik altijd al rond en uh, ja, daar was ik. Uh, als... Wij woonden niet echt in de buurt daarvan. Dus we gingen dan pendelen. En het weekend ging ik daar dan heen uh, naar de groep waar mijn ouders bij zaten. Dan. En uh, ook voor de Romans vrijdagavond dan ging ik al met de trein uh, vanaf Purmerend naar Haarlem. En dan sliep ik bij mijn nichtjes en dan kon ik zo uh, de Romans draaien de volgende dag leiding zijn. Dus uh, ja het was wel altijd al scouting. En uh, ook al eigenlijk altijd al jambo, ik heb er één gemist in mijn leven, toen was ik twee. En uh, verder ben ik vanaf mijn zesde altijd op de Jambo geweest. Dus 16, uh, nou, zo, zo tel ze maar uit. Dus uh, ook dat was uh, ja, gewoon met de paplepel ingegoten. Mijn ouders die uh, natuurlijk altijd in de shop zaten. En uh, <coughs> ja, deze vraag had ik niet helemaal aanzien komen. Want ik was uh, dus kind van, uh, toen uh, scout zelf. Uh, toen heb ik in een kidsclub gezeten als medewerker. Dus mijn eerste baantje was dat uh, als medewerker. Hè? En daarna heb ik um, team uh, sport gedaan als medewerker. Uh, teamleider sport uh, was ik getipt door uh, Michiel. Die zei, uh, dat moet je Tamara eens vragen. En uh, nou, de teamleider sport, dat vond ik geweldig. En toen, uh, zei, uh, ja, weer dat nadeveld. Daar gebeurt het blijkbaar. Want Gonnie uh, sprak mij aan bij het toen nog oude toiletgebouw van het Naleveld En die zei, ja, wil jij misschien niet... Uh, ja, Erik was natuurlijk weggekaapt. Bij haar in het programma, dus wil jij misschien nou, mijn tweede vrouw zijn hè, in dit geval? Uh, nou, toen zei ik ja, maar ja, Team Sport dan. Ik, ik vond het hartstikke leuk, dus ik had eigenlijk nog maar zin. Nou, deed ik dan toch maar. Ik had geen idee waar ik ja tegen zei hè, op voorhand. Uh, en, en was uiteindelijk echt heel leuk. En uh, nu gingen we na de vorige Jambo. had ik een beetje gehoord dat Erik misschien niet meer wilde. En uh, wij gingen met elkaar naar. Uh, uh, waar zijn we? In de stad zijn we geweest. hè? De toneelschuur, de toneelschuur hebben we volgens mij gezeten. Ja. Ja, zijn we naar de toneelschuur gegaan? Allemaal in de toneelschuur. Dus, dus niet op het op was dit, uh, maar op de toneelschuur. En daar hebben we met elkaar gezeten. En voorhand zei ik uh, tegen Joost uh, thuis: zei ik, Nou, is, ik, ik ga niet. Dus ik weet niet wie, maar ik ga niet. En Joost zei: Nee, ik ook niet. Dus zo gingen wij naar die toneelschuur in de auto. En daar aangekomen dacht ik: Ja, ik ga niet. Gingen we een shortlistje maken met elkaar. Ja, allerlei namen schreven op. Ja, ik ging niet. Nou ja, uiteindelijk, nou ja, of jij. Jij denkt hè? Jij Ja, jij denk, hè? Ja, hij zit al heftig te knikken tegenover <laughs> me. Uh, nou ja, ineens stond mijn naam ook op dat lijstje. Dacht ik nou prima. Schrijf maar op. Doe je ding, weet je, ik ga niet. Dat was de, de afspraak. En. Uh ja, ik weet eigenlijk niet precies. Uiteindelijk uh, ben ik toch, uh, zit ik hier uh, aan deze ja. tafel. Uh, hebben we nog een wandelingetje gehad? Dat was nog een wandelingetje voor nodig uh, met uh, Robin. Om, uh, ja, waar, waar zeg ik precies ja tegen? Waar moet ik aan denken? Ik, Erik, veel gebeld op voorhand. Ja, wat, wa, wa, waarom deed, doe jij het niet nog een keer? Wat is dan de, hetgeen waarom het eigenlijk niet. Uh, ja, uh, zwollen natuurlijk ver weg. Uh, een stuk voor mij anders. Uh maar Dus nu, uh, ja, nu, nu vol enthousiasme en energie. Maar op voorhand had ik niet uh, bedacht dat ik dit ging doen. Ja, ik weet niet. Uh, ze was gewoon niet opgekomen of Dus zo. je bent helemaal voorbereidend aan het werk gegaan, interviews gedaan met, met Robin over het strand. Wat heb je anders. tegen haar gezegd? Wat, wat, kan, wat kan Tamara verwachten? Um, ja, wat heb ik gezegd? Uh, dat was een, was een hele lange wandeling. Laat ik het <laughs> daarop <laat> houden. <het> <laughs> ja, was dat ook is, gezellig. Ik zou ook maar iets over, over <laughs> mijn scouting hebben gezegd, want daar had ik trouwens helemaal niks over gemeld nog. Uh, nee, kijk, wat ik heb Aangeven is dat als je een goed team hebt uh, waar je op kunt bouwen, een goede kampstof waar je op kunt bouwen, dat het eigenlijk de meest rustige baan is van, uh, van, uh, van de hele Jamaretten. Uh, en dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar dat is wel vaak waar het op neerkomt. Uh, zullen we zullen het straks ongetwijfeld over hebben als het moeilijk is of de moeilijke momenten. Maar als je natuurlijk een goed team om je heen hebt, en over het algemeen is dat zo. Als je goede teamleiders hebt en daar een goede selectie in hebt, hoef je eigenlijk alleen maar te focussen op de dingen die niet goed gaan. Want de rest moet je gewoon de mensen hun werk laten doen. Een beetje crisiscontrole. Uh, ja, je hoopt natuurlijk dat die crisis niet komt, maar je weet dat er altijd wel ergens iets of een brandje te blussen is of iets, uh, iets misgaat. Uh, maar je moet wel zorgen, en dat is volgens mij het gesprek wat we gevoerd hebben, dat je in het laatste escalatieniveau bent. En op het moment dat het echt de pleuris uitbreekt, dat jij degene bent die in die knopen doorhakt, maar niet op een te laag niveau al begint in te grijpen. Want dan ben je, eh, zijn het tien hele lange dagen, laat ik het dan maar zo stellen. En volgens mij heeft dat overtuigd. Ja. ja, de belangrijkste les was dat ik niet moest gaan rennen tijdens ja, die ambacht. Ja. Want als ik ging rennen, dan dacht iedereen dat er echt paniek was. Dus ja. al denk ik, ik moet gewoon even snel iets doen, dan moet ik rust bewaren, ja, rust. Ja, dus dat was ja. nou, een van de belangrijkste... Natuurlijk, het is ook een, een, ja, een soort symbolisch. Als je gaat redden, dat mensen denken, oh, oh wat is er Ja, Ja, dat, dat, dat soort kleine dingetjes. Dat, ja, daar moet je gewoon ja. even bewust... En, en ja, Robin heeft natuurlijk zatte uh, ervaring in al dat soort dingen. Dus, ja, dat, ik heb dat, dat één goed, keer een, een, een subkampleider gehad. die uh, er brak een, een brandje uit in een, een keukentent. En die kwam heel trots stellen dat ze als eerste met de brandblusser erbij stond en geblust had. zei ik, nou, dat vind ik eigenlijk een uh, heel verkeerd voorbeeld. Want eigenlijk moet jij daar uh, zorgen dat andere mensen gaan, uh, gaan rennen. Ja. Ze stond er naast, maar ze uh, ja. was de eerste. <laughs> hey, wat misschien wel heel leuk is om in te haken op Tamara. Want dat, dat weet ze waarschijnlijk helemaal niet. Maar ik moet er opeens aan denken hoe ze zegt van hoe ze in die rol van uh, kampleider is gekomen. En ik weet niet of het in 2011 of 2015 was dat jij teamleider sport was. Het zal 2015 geweest zijn, uh, denk uh, ja. ik. En uh, ik heb toen altijd een heel goed contact met uh, de. Uh, de scoutshop-leiding uh, en uh, nou, dat was uh, Cor Geld of haar vader. En ik weet nog goed op een gegeven moment dat uh, ik was Tamara tegengekomen, die kende ik helemaal niet. En op een gegeven moment zaten we een beetje te babbelen over de, over de Jambaretten. En ik zeg, nou, er zit er nou toch eentje bij sport. Ik zeg, ik weet niet hoe ze heet of wat dan ook hoor. Maar ik zeg, daar zit potentie in. Daar kan echt wat, <laughs> kan echt wat mee gebeuren voor, uh, voor de toekomst. Ik zeg dat heeft gewoon flair, ziet er leuk uit. Snapt het allemaal? En... Uh, ja, dan kun je je voorstellen als vader, dan hoor je dat denk ik aan. En die, die kijkt me eens aan. Van, en wie dan, wie dan? vond nou, vond keer wijs ik er wel aan. Want hij durfde niet gelijk de naam te noemen. Nou, dus liepen we daar. En toen moest hij zeggen van, oh ja, dat is mijn dochter. Dank je voor de complimenten. Ja. <laughs> maar dus uh, dat was, uh, het was al vrij snel zichtbaar dat uh, Tamara dat wel kon. Dus toen ik dat ook hoorde, dat zij het overnam van Erik, had ik zoiets van ja, leuk, logisch. En gaat ook lukken. Ja, nou, mooie, mooie woorden, ja. Leuk, ja. Ja, dat is zo grappig dat het, hoe, dat, hoe dat loopt. Hè? Dat, dat het allemaal, ja, het is wel, je moet mensen, mensen kennen, heb ik al een beetje hier van om ja, een beetje gevraagd te worden, maar je moet ook opvallen. Dus als jij dan bijvoorbeeld sport, als je opvalt bij het sportteam, ja, dan, uh, dan kan je naar de, naar de kampstaf, zeg maar, als je dat wil. Of heb ik dat verkeerd, Erik? Nee, maar ja. goed. Nou, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat we toen de tijd uh, Tamara ook ge, uh, gevraagd hebben, omdat ze als teamleider binnen sport ook daadwerkelijk wel uh, uh, opviel, uh, als meedenkend en uh, actief uh, betrokken. Uh, en dat uh, wij de, de potentie waar jij het net over had, uh, Richard, dat, dat die zagen wij toen ook. En ik denk ook dat wij, want diezelfde wandeling, ik denk dat Robin zijn schoenen versleten heeft. Want diezelfde wandeling hebben wij ook, uh, hebben Robin en ik ook gedaan. Uh, toen ik uh, mijn bedenkingen had over uh, het nog een keer doen. En uh, ik denk dat jouw naam daar, uh, dat ik hem toen toch ook al uh, wel gedropt heb. Vrees ik. Ja. ja. Nee. nee, maar kijk, Menno, om op die, die, die vragen terug te komen. Uh, soms vind ik dat ook wel een risico hè? dat je ons kent, ons en dat dus alleen maar die mensen gevraagd worden voor posities. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we, en, en daar, daar let ik nu juist op, dat je ook dus buiten de gebaande groepen <tus> of buiten de gebaande mensen kijkt, die eigenlijk altijd wel opvallen of zo. Ook bijvoorbeeld voor teamleiders. Iedereen die dat leuk vindt, zou eigenlijk daarvoor een kans moeten krijgen om. Zo'n functie kunnen vervullen. Dus we hebben nu ook echt heel specifiek uitgevraagd aan iedereen. Dat blijft altijd lastig, hè? maar wie zou iets meer willen doen dan gewoon medewerker zijn? Uh, nou, dan zie je toch mensen die, die, die zeggen: Nou, ik zou misschien wel een keer een andere rol willen vervullen. Dus dan kijk je ook als groep, omdat we natuurlijk wel echt in de regio ons kent, ons. Dat vind ik heel positief, hè? vind ik echt heel mooie kracht. Maar het kan ook een gevaar zijn doordat je alleen maar in je eigen kringetje kijkt. En je moet steeds. Ook alle andere geluiden in zo'n kampstaf of in een teamleidergroep hebben. om daar een mooie mix in te maken, denk ik. Dan moet je juist ook inderdaad gewoon heel goed kijken. en evalueren van wie er komt. En ik vind het ook wel leuk om te horen van hoe Robin het beleefde. van dat hij toen zeg maar de eerste keer kampleider werd. Want ik heb daar een andere beleving. van en die, die haakt daarop in. Want ik vond dus na 2003. we hebben natuurlijk van. Uh, het was de, de achtste Johan Berette, denk ik. Negende. negende. Sorry, ik moet wel weten. Het negende. En je zag inderdaad van daarvoor was het echt wel ons is ons. Hè? Dus als iemand zich weer Zeker. aanmeldde, ging het door. En uh, toen ik had 2003 gehad en geëvalueerd en uh, ik werd toen in, ik geloof eind 2004 of 2005 uh, weer gevraagd om kampleider te worden, heb toen ook uh, ja gezegd, maar ik heb ook gezegd van iedereen moet zich vrij, vrij kunnen aanmelden en dan moet je eigenlijk de beste persoon moet je kunnen kiezen. En uh, Robin had ik benaderd als hoofd, hoofdmedia en die had op zich min of meer ja gezegd, maar wat hij ook zei, op een gegeven moment gaf hij aan, ja eigenlijk vind ik een nog leukere job is kampleider worden. Nou, en dan... Ja, moet je groot genoeg zijn, denk ik. Dan, ik vond dus dat Robin met zijn achtergrond en ook zijn, zijn kennis. Het eigenlijk toch nog een, een tikkeltje beter kon dan, dan ik. Overal, niet op alle aspecten. Iedereen heeft ze sterk en zwaar. <laughs> maar over, overal zeker. En ik denk dat dat dus wel, 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 wel mooi was. En dan zag je ook echt van uh, de, de Stichting, die vond dus echt van: ja, maar jij bent ook aangesteld als kampleider. zegt nee, we hebben gezegd, of dat wil ik in ieder geval. De beste persoon op de beste plek. En, ik denk dat dat wat het mooiste is ja wat ik dan proberen heb in te voeren is dat je zegt van kijk om je heen ik heb het voorbeeld gegeven want ik heb dus gewoon gezegd Robin moet het worden ik werd een hoofdmedia dat dan weer wel die weer zoeken dan denk ik, heb ik toch ook nog een leuke job maar we moeten wel denk ik dat dat, dat blijven doen in heel veel in heel veel lagen ja. je had het over de stichting hè ben uh, ja, is nu in de stichting ja, ja eens ik ben nu in de stichting ja ja <tie> ik heb daar wel een vraag over want dat is wel even voor de duidelijkheid wat is de rol in de stichting uh, wat is het, het rol van de stichting versus het Kampstafteam. Want het is even goed om even dat te benadrukken, dat dat ja. twee losse entiteiten zijn. Ja, ja, wat ik nog wel op Richard wilde aanvullen is, en wat jij ook hier zegt, even, ons kent ons, met is ook een soort van kweekschool, hè, waar je mee bezig bent. En je hebt gewoon deelnemers, je ziet sommige deelnemers hier eigenlijk al een beetje op een bepaalde manier uitspringen. Je hoopt natuurlijk dat iemand als deelnemer gaat, een keertje als leiding met zijn groep gaat, en daarna hoop je ze één of twee keer als medewerker mee te krijgen. En je hoopt ze dan ook de tweede keer als medewerker, het liefst nog als assistent of als teamleider mee te krijgen. Dat is wel een beetje zo, zo als je er naar kijkt. En we zijn op dat moment, dit moment echt wel. Uniek, ook in Scouting Nederland. Als dus je het hebt over gewoon het team wat er weer staat. De, 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 de bijna 500 man die weer, of 500 man zijn, het geloof ik weer. Die toch weer een nummertje getrokken hebben en gezegd hebben we willen dit hier een keertje gaan, gaan doen. En vooral het vooral belangrijkste is dat daar ook weer een jonge aanwas bij zitten. Wij waren allebei rond de dertig dat de kampleider werden. Jij was ook ongeveer rond die, rond die leeftijd iets ouder misschien. Een beetje ruimer genomen. Genomen. Ja, iets ja. ruimer genomen. Jij zit rond die leeftijd. Maar goed, je moet wel uh, continu die, uh, die kwekschool uh, blijven voeden. Want anders gaat het niet werken. En dan sterft het. Op een gegeven moment sterft het uit. En dat is waar jij het inderdaad over had. En die omslag hebben we wel zo'n beetje 2003, 2007 hebben we die gemaakt. Door daar echt die jonge generatie in te zetten. En dat is de fout. En dan komen we zo op de stichting hoor. Die je gewoon niet moet maken, dat je mensen te lang in die functie laat zitten. Want dan wordt het gat tussen, zeg maar even voor gezegd, de jonge aanwas. Een keertje uh, als leiding en een keertje als medewerker. Wordt te groot. En dan ga je dus ook die aansluiting ga je missen. En ook de aansluiting naar de kids die je doet. Maar dan hebben we een fantastisch instituut. En dat heet De Stichting. <laughs> de Stichting was uh, vanuit het verleden. Was het eigenlijk een soort van combinatie van de kampstaf. Die dan tussendoor de stichting vormde. Dat was eigenlijk niet zoals het, zoals het hoorde. En over de afgelopen jaren. Hebben we ervoor gezorgd dat die stichting echt in een stichtingrol is terechtgekomen? Even heel ruw gezegd, eh, Tamara is verantwoordelijk, maar eindverantwoordelijk zijn wij als, als stichting. Eh, dus wij als stichting geven opdracht aan de, aan de kampleiding en die moet er een veilig kamp organiseren. Eh, wat we de afgelopen jaren hebben geprobeerd is om als stichting eigenlijk net even ietsje erboven te gaan hangen. Alle dingen die niks met het spel of met eigenlijk het programma te maken hebben, zoveel mogelijk, dat is niet helemaal gelukt, maar zoveel mogelijk uit de kampstaf te halen zodat die zich echt kunnen focussen op. Het organiseren van een gaaf kamp. En wij uh, ons meer zorgen gaan maken over veiligheidshandboeken, uh, vergunningen. En ik zeg niet dat de kampstaf dat niet ook doet, maar wel proberen die kar te trekken. Um, we zitten nu in een fase dat die stichtings en in principe allemaal mensen die uh, uh, ook in de kampstaf meegedraaid hebben. Of in ieder geval uh, meerdere keren als medewerker hebben meegedraaid. En sommigen nog meer als, als ik. Uh, dat we ook daar eigenlijk weer een nieuwe kweekvijver willen gaan, gaan creëren van mensen die om even een heel goed voorbeeld te noemen die nu bezig zijn om een database op te bouwen, iets wat we jarenlang gewenst hebben. We zien dat dat nu een enorm monnikenwerk is. Nou, er dat is nu een club met enthousiastelingen. Tenminste, ik hoop dat jullie nog enthousiast zijn die dat nu aan het opbouwen nog steeds, zijn. Nog steeds zijn we enthousiast. <laughs> ja. ja, nog steeds zijn we enthousiast. Maar dat zijn echt essentiële dingen waardoor die kampstaf weer makkelijker zijn kamp kan gaan draaien, doordat je dingen straks in de verhuur makkelijker, de registratie makkelijker, al dat soort dingen. Dat proberen we nu door te voeren. Dus we proberen eigenlijk die stichting zo klein mogelijk te houden. En daar een schil, noem het een stam, of in ieder geval een aantal mensen die actief het leuk vinden om uh, nog af en toe eens een paar avonden wat dingen te doen. erbij te betrekken om uh, juist dat werk bij die kampstaf weg te halen. wat afleidt van het, van het spel. Dat is Merk, eigenlijk het idee. Merk jij ook het verschil dat, 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 de, dat de stichting deze, deze besluit, dit besluit heeft gemaakt? Nou, ik denk dat. Uh... De stichting deze rol al deze editie heeft maar ook vorige editie eigenlijk al. Dus, uh, en in die twee edities heb ik de rol in een kamstaf. Uh, dus ik kan niet eigenlijk het verschil zien, omdat ik daarvoor niet met die stichting te maken had ja. eigenlijk. Uh, maar ik zie wel dat ze nu doen wat Robin zegt natuurlijk. Ja. Want we, deze editie is best pittig, hè? dat weet iedereen. Want alle teams hebben ook te horen gekregen dat we wel heel erg last hebben van. Daar is die inflatie. Hoe gaat het eigenlijk nu met het huidige, met deze editie? Hoe staan we erbij? Is, ja, dan kom ik denk toch even denk als, als stichtingsvoorzitter inderdaad. Want het is inderdaad eigenlijk uh, nog nooit echt ingewikkeld uh, geweest, uh, de financiële situatie. Maar dit jaar is die echt spannend. Uh, uh, spannend in de zin van uh, brandstof is duurder geworden, voedsel is duurder geworden, voedselprijzen zijn ook nog eens een keertje heel wisselend. Hè? Dus uh, uh, de ene dag kost een appel een euro, de, de volgende dag twee euro, bij wijze van spreken. Zo zit een enorme risico zit, zit daarin. Er zitten enorme goede teams nu die dat, die dat goed in het snotje hebben... om het zomaar eventjes te doen. Maar wat ik al zei, die eindverantwoordelijkheid, en ik heb net een hele dure boot gekocht... Uh, uiteindelijk gaat die boot voor mij wel uh, bij een faillissement... Uh, in ieder geval ter, ter discussie gesteld worden. Ik wil dat... Je hebt het ook over hoofdelijke aansprakelijkheid vanuit de stichting. Ook voor financiële uh, wanbeleid, als dat er zou zijn. Dus het is dit jaar belangrijker dan ooit dat dat financiële plaatje wel, wel klopt. Maar nou ja, daar hebben we dan de kampstaf voor, die dat dan uh, tot uitvoer brengt. Ja. En hoe, hoe, uh, hoe werkt dat? Want ik weet dat onze, onze Haarlem Jan erg, erg op de kleintjes letten. Dat was vorige editie ook en de editie daarvoor ook. Uh, is het niet nodig, dan gaan we het niet bestellen. Maar dit jaar zal het productie, uh, productiematig nog, nog erger zijn. Ja, we hebben vooraf stellen we eigenlijk een budget vast per team... Uh, en dan hebben uh, nou, ja, we gewoon hele goede teamleiders die daarop sturen, die echt gewoon binnen dat budget blijven. En dan geeft dat dus de veiligheid dat je uh, met het budget wat je hebt de offertes opvraagt en daardoor binnen blijft. Uh, en dat is eigenlijk een soort uh, ja, zekerheid op dat, je, dat je stuurt op de juiste bedragen. Uh, maar dan zijn er altijd een aantal uh, bedragen die je niet vooraf precies kunt vaststellen, bijvoorbeeld het voedsel. Uh, ja, daar, daar, je moet toch mensen... Kijk, je kan wel zeggen, we doen een springkussen minder. Dat is heel makkelijk. Maar je kan niet zeggen, vandaag doen we geen brood. Of we doen vanavond geen avondeten. Uh, dus ja, dat is wel essentieel, dat je dat daar goed op kan sturen. Maar ligt je daar uh, niet dan... Uh, want het is best wel verantwoordelijkheid van ja, brood, bijvoorbeeld. Dat je dan niet denkt van, wow, waar ben ik aan begonnen dit jaar? Waarom? Nee, nee. Kijk, en, en, en we hebben met elkaar... We hebben een hele goede kampstaf. Dat is, dus ik, ben, ik heb in dat team superveel vertrouwen. Anders had ik deze rol überhaupt nooit durven willen... Nemen. Uh, en daarna hebben we hele goede teamleiders en hebben we dit keer ook echt een vertaalslag gemaakt samen met de stichting door te kijken naar, ja, dat wordt een beetje technisch, maar uh, echt alle bedragen geoormerkt nog concreter aan welk team het zat op basis van de vorige editie. Dus we hebben echt alles uitgesplitst. Er was een beetje een soort grote hoop uh, op een aantal kostenfacilitair posten bijvoorbeeld. Ja, en als je die teruglabelt, dan is de tent van het mokkie, hoort eigenlijk bij het mokkiepotje. Uh, en niet bij de pot van facilitair. Want uh, ja, dus dan ga je ineens kijken. Hey, hoeveel winst maakt zo'n team dan eigenlijk? Als je dus moet betalen voor de tent. en wat is dan de opbrengst van het bier en de cola en, en de snoepzakjes? Uh, dus daar hebben we echt wel een stap in gemaakt, denk ik, met elkaar. door nog concreter te kijken wat dan dus de financiën zijn. Uh, en uh, nee, ik lig er niet wakker van. We hebben gewoon heel sterker op gestuurd. Um, en daar heb ik alle vertrouwen in. En uh, ik denk ook dat ik best wel een beetje. Uh, ja, ik ben hier best wel streng op, denk ik. Uh, dus ik denk dat, dat, dat teams dat ook merken. En uh, ik merk ook wel dat de eerder zei, dat, dat teams het een beetje de druk voelen en dat vervelend vinden. Uh, maar ja, we, als we gewoon op deze manier doorgaan, komt het goed. Goed zo. Dat, uh, dat wekt vertrouwen. Ja. Ik zie het ook, hè? Dat, dat, dat de communicatie naar buiten. Het is duidelijk, jongens, we moeten op de kleintjes letten. Sorry. Ja. Dus, maar we, ja, iedereen aan. is dat nu ook wel gewend, denk ik. Uh, dat... Ja, het, idee is het, is lang, lang, het idee heeft lang geleefd dat Piet in zijn oude sok nog uh, een heleboel geld had zitten uh, namens de stichting. Dat geld heb ik nooit gezien in ieder geval. Misschien zit hij nog steeds in zijn oude sok en is hij nooit naar boven gekomen. Maar het is echt iedere. Uh, je, je houdt, na vier jaar hou je net precies voldoende over weer om weer een nieuw kamp uh, te starten. En dat is best een uitdaging geweest. En dit jaar is die uitdaging uh, vele malen groter. Maar daar wordt echt fantastisch op gestuurd. Dus uh, dat is helemaal goed. Uh, Erik, uh, jij zei bij het begin van het gesprek, zei je van ja, het kostte me echt veel tijd daar als kamstaf te zijn. Het was echt wel een uh, ja, zwaarte op je privéleven. Uh, of heb ik dat verkeerd begrepen oh, dat kan ook. Nou, niet zozeer op mijn uh, privéleven. Maar ik, ik merkte heel erg, omdat ik aan de andere kant van het land woon, uh, dat ik met name heel veel um, nou, een beetje de informele dingen uh, steeds meer begon te missen. Hè? Dus dan, dan ben je uh, leiding aan het geven... Uh, middels de telefoon en de e-mail. En uh, dat is de moderne wereld. Dat, uh, dat besef ik me terdege. En dat, uh, dat werkt ook gewoon prima. Maar uh, dat informele... dat zit zo in de haarvaten van, uh, van de haarlem uh, En ik, dat, dat begon ik gewoon uh, steeds meer te missen. En uh, dan kost het dus nog een klein beetje extra energie... Uh, om, wel, uh, om wel bij te blijven. En uh, een beetje de varte volkeren vanaf vanaf mijn, uh, mijn uh, retreten aan de andere kant van het land uh, nog een beetje bij te houden. Maar dus, vond, je het een, uh, vond je het wel een leuke klus? Ja, super. Dan, daarom heb ik ook uh, in, uh, nou ja, na de editie van 2015, toen uh, Robin in ieder geval riep van ik ga het niet meer doen. Want ik heb uh, uh, in mijn tijd bedacht dat je een functie maximaal drie keer doet. En uh, ik zit aan de drie. Uh, nou, toen hebben we om ons heen gekeken. van ja, wie zou het, uh, wie zou het kunnen, wie zou het willen. Hè? Je wil dan, toen de tijd wou er toch ook wel uh, iemand. Uh, die in ieder geval. Uh, nou, je hoeft er niet het klappen van de zweep 100% te kennen. maar wel, het is wel handig om binnen uh, een aantal bestaande mensen. te zoeken uh, naar iemand die dat wel wil gaan doen. En volgens mij heeft Robin mij toen. Ja, volgens mij heb jij mij toen ook al tijdens het kamp uh, een beetje zitten polsen. Uh, en, uh, en daar zullen we misschien zo meteen nog wel op komen. Uh, tijdens wat, uh, wat, wat, wat crisissituaties, uh, waaronder uh, een storm. Uh, dat we toch wel gezamenlijk uh, over een whiteboard uh, gebogen. Uh, leiding aan het geven waren aan die, uh, aan die crisis. En daar refereerde je toen, toen ook wel aan. En ja, dan ga je voor jezelf toch ook een beetje nadenken: van oké, okay, nou uh, ah, ja. Op een gegeven moment zeg je ja. Ik, ik weet ook niet precies. En ik kijk nu naar Tamara. Uh, op een gegeven moment zeg je ja. Uh, en, en nou ja, waarom dan precies? Uh, ja, weet maar ik eigenlijk ook niet. Jij geeft al eigenlijk al <laughs> mijn bruggetje. Uh, de crisis situatie. Ik heb er een paar genoemd die wij even op konden lepelen. Eentje uit jouw jaar. Ja. Noro. Uh, eentje uit Robins jaar. De storm. Uh, ik kon niks, eigenlijk in mijn gedachten Uit jouw jaar, 2003, uh, Richard. Ja, dat klopt gewoon. Het uh, liep Goud. gewoon helemaal ja. als een had uh, <laughs> ja, De virussen en de weergoden had hij gewoon onder controle. Ja, ja. Uh, ja, ja. Wat wel natuurlijk zo, wat wel, zo is, uh, dat je die crisis uh, induikt. Is dat uh, 2003 was denk ik in die zin wel een overgangskamp. Dat uh, we hadden nog niet zoveel regeldruk. Kijk, en natuurlijk, een, een storm heeft niemand in de hand. Dat kan ook in 2003 gebeuren. Maar ik denk dat dat uh, van een afstandje heb ik wel gezien. Uh, nou, dat begon bij Robin en uh, Erik ook wel. te Tamara zal dat ook uh, krijgen. De regeldruk is gigantisch uh, uh, toegenomen met alles. En in 2003 en daarvoor hadden we die nog niet. Dus achteraf gezien uh, was dat een mooie, mooie afsluiting waarschijnlijk op dat, uh, op dat moment. En dat zul je ook wel kijken hoe je, als we nu de crisis. Uh, Even door, uh, doorlopen. Ja, we hadden Stap. nog uh, niet genoeg deelnemers. We kunnen het haast niet voorstellen. Maar vroeger was niet genoeg deelnemers gewoon een serieuze issue voor ja. de harlem uh, Hebben jullie dat een van jullie dat nog meegemaakt? Ja. Jij, 2007 dan? Dat zit ik even te denken welk jaar dat was. Maar we hebben inderdaad op een, op een berm nog gezeten van iets van 1800 of zo. Uh, ik zit even te denken welk jaar dat precies is geweest is. Ik denk dat dat, dat niet 2007? Zou best kunnen hoor. Ja. Ja. Nadat nou, we bekend hadden gemaakt dat jij kampleider werd. Ja, precies. Uh, ja. Zakte het ja. iets wat in. Uh. Zakte het in. Okay. Hey, we hebben een, we hebben een, een aantal de, edities yeah. dat, we, uh, dat we ons stinkende best moesten ja. doen uh, om, uh, om voldoende uh, deelnemers te hebben. En ja. dat is, uh, in de loop der jaren is dat omgeturnd naar uh, ons stinkende best moeten doen om niet te veel uh, ja. Deelnemers te hebben, ja. zodat alles. Uh, er zit, zitten we ook een vroeg. bepaalde uh, systematiek van vakantieplanning zit erin. Hè? Dus, dus daar kun je ook wel een beetje pech mee hebben. Je gaat een beetje in het midden zitten van, van wat die landen voor vakantie hebben. Ik kan maar dat we volgens mij dat jaar ook. Was dat misschien een wereldjamboree die misschien wat concurrentie oplevert? Als die aan deze kant van de wereld zit, dan, dan levert dat over het algemeen wel wat meer concurrentie ja, op. Ja, die was in Engeland Ja, nou, dat zou zo maar kunnen, ja, dat, dat dan zou zomaar kunnen. 100 jaar scouting. Is. Ja. Ja, ja. ja, 2007 was dat inderdaad. Ja, ja, toen zaten ja. we met uh, Engeland. Ja. Ja. ja, en het, en het, het, het uh, vervelende eigenlijk is, is dat uh, je hebt natuurlijk een bepaald minimum... waarop je zeg maar break-even uh, zeg maar qua kosten speelt. Maar alles aan franje, zou ik maar zeggen, komt aan... Uit, uit meer deelnemers op een gegeven moment. En dat is op een gegeven moment wel uh, nou ja, uh, vervelend dan. Ja. ja, en dan hebben we de, eigenlijk de, de, wat mij de meeste opvalt. Ook oh, heb er nog eentje trouwens. Maar die is wel minim. Dat is dat er eentje zwommen op, uh, ja. op de Super nat. Supernat. Um, op de marktplaats in 2007. Dat, er zo, dat het zo nat was dat onze tribune bijna in uh, ja. verdween als een Titanic. Ja, dat was dat, dat, dat een gigantische natte opbouw. Uh, en uh, daarna een. Uh, een, een bloedheet kamp. Ja. Volgens mij hebben we het uh, uh, in de vorige editie 2019 precies andersom gehad. Want uh, toen moesten we tijdens de opbouw uh, mensen toch echt uh, gaan waarschuwen voor hitteletsel en dat soort zaken. En uh, tijdens uh, de eerste dagen waren ze in ieder geval bij Subkamp Groen uh, uh, de grachten van, uh, van 2003 nog een <laughs> keer opnieuw aan het graven. Ja. Ja, er was zoveel regen gevallen en Engelsen hebben, ik, ik weet niet wat het is met Engelsen, maar ze Engelsen een, een spatje voelen, denken ze we moeten grachten gaan graven om de wa water weg te doen. Doe het niet, jongens. Dat terrein moeten we allemaal weer als vrijwilligers aanstampen. Ja. Doe het niet. Nou, ik weet nog wel in 2007 dat het zo nat was en ik had uh, twee medewerkers geregeld uit Amerika, oude buurjongens. En er was er eentje, nou, ik kende soms misschien nog wel, Mike die was twee meter vijf of zoiets uh, lang. En uh, ja, ik zat lekker binnen terwijl ze aan het opbouwen waren. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje met van... het uh, moet wat geregeld worden voor, uh, voor Mike. Want ja, 2,50 meter. Hij had alleen maar gimpen meegenomen vanuit, uh, vanuit Amerika. En ze stonden gewoon continu 10 centimeter diep uh, in de modder. enige uitdaging was, die had maat 48. Ja. En uiteindelijk heb ik ergens bij iemand in Dronten... lege kisten kunnen regelen van maat 47,5. S'avonds daarheen gereden in de hoop dat hij ze zou passen. Nou, dat ging net goed. En toen hm? daarna kon hij weer uh, verder. Dus ik herinner me nu ook inderdaad wel dat het erbarmelijk was. Omdat we toen. Uh, ja. inderdaad. die uh, lege kisten zijn geregeld. Ja. ja, er wordt volgens mij nu al gezinspeeld op wat er deze editie. Uh, voor uh, uitdaging gaat brengen met het weer. Dus. Uh... Ik ben ja. benieuwd. Maar ben ja, ja benieuwd. dat zijn dan van die noodoplossingen ook. En die houtsnippers, jij noemt het eventjes, die werden gewoon eventjes over dat, dat veld uitgespreid. Maar die gingen we daarna ook allemaal weer met, met een haakje weer van het veld af moeten halen. Dat was echt een drama was dat met opruimen. Ja. Pellets erin gewoon en dan ja. de eerste pellet die je dropte zag je niet in de blubber. Die verdween gewoon. toen er nog een pellet bovenop om, om iets, iets zichtbaars te hebben waar je over kan lopen. Ja, en ik ja, weet, ik weet ja, nog dat heel veel mensen in het mokje stonden te springen gewoon voor de muziek. En dat het water aan de zijkant eruit spoot. <laughs> Dat kan ik nog herinneren. Maar de eigenlijk de meest belangrijke die ik vind en de meest indrukwekkende was de storm. Dat was 2005 aankomstdag, 2005, 10, 10? 2015 herstel. Uh, kwam er een uh, een goede pittige zomerstorm. Die hebben wij allemaal denk ik wel uh, meegemaakt in een of andere rol. Ik als subkamp, jij als denk ik als kampstaf al. Uh, nee teamleider, teamleider, teamleider. sport. Zij dus gingen als een malle met alle leden, gingen we alle tents van, al... ja er waren al groepen, waren al aangekomen. Dus die moesten, hun tent gingen ze opzetten in de storm, een soort van, ik weet niet waarom, maar idee, ik kom aan, ik zet mijn tent op, maar die tent werd gewoon meteen weggeblazen, ging stuk. Dus wij gingen juist alle tenten die al stonden en het niet hielden, want geen enkele tent hield het, platgooien, spullen eronder platgooien, uh, zodat ze het na de storm het weer op konden zetten en die tent nog leefde. En daarna natuurlijk uh, ja, allemaal uh, schuilen in de, de, de stafrestauranten uh, waar je, nou ja, wat, wat had je gegeten Erik die uh, dag? Nou, het stafrestaurant is in ieder geval uh, van alles gaan koken uh, en die zijn volgens mij vooraan uh, in, de, in de koelcontainers uh, begonnen en uh, volgens mij eindigde ik met uh, met nasi bolognese of iets wat erop leek. <laughs> uh, maar uh, um, er moest toen ook een uh, opnieuw ingekocht worden, weet ik nog, uh, ja, ja. want we hebben toen allerlei groepen van, uh, van warme maaltijden voorzien die zelf niet konden koken. Ja. Maar ik kan me, ik weet nog wel en dan kijk ik ook naar Robin. Ik, het was ook best, best wel spannend, ja. uh, want volgens mij hebben we toen ook nog... Uh, het was spannend. Uh, op het punt gestaan om uh, met, uh, uh, met de plaatselijke autoriteiten uh, ja. uh, echt op te schalen. Nee, het, het was aan alle kanten was het spannend. Het was wel de perfect storm, want in de zin, hij was voorspeld, hij, hij kwam eraan en we wisten dat, dat, dat de dingen gingen, gingen gebeuren. Als ik me goed herinner, was jij uh, chef logistiek zeg maar van de, de inloop, uh, dus van de deelnemers? Ja. Uh, op een gegeven moment hebben we de keuze gemaakt om die inlopen in ieder geval te stoppen. Dus mensen gewoon op Schiphol te laten, want dan stonden ze lekker droog. of in de bussen te laten zitten. Dus in ieder geval dat ze niet meer op het terrein waren. Dus dat beperkte in ieder geval het aantal mensen op het terrein. Dan had je natuurlijk mensen die al een tentje opgezet hadden. Uh, die ook nog eens een keertje onder bomen stonden. Ja. Uh, dat vond ik eigenlijk de meest enge, uh, want dan gingen allemaal bomen gingen erom. En als je later keek uh, rond het terrein, met name rond die, uh, die weg, die aanvoerweg. Alle bomen lagen eruit. En als je wist hoeveel tenten wij al uh, in ieder geval in de buurt of onder bomen hadden staan. Dat had echt uh, kant mis kunnen gaan. Want mensen gaan toch eerst uh, schuilen in een tent. En dan uh, pas daarna een stapje, een stapje verder doen. Het was inderdaad zo dat uh, uh, onze Petra uh, op een gegeven moment volgens mij uh, chef uh, uh, kokorel is geworden. In ieder geval die heeft niet gekookt. Maar wel gezorgd dat mensen in ieder geval warm werden. Uh, voldoende eten er was. En dat er in ieder geval warm voedsel naar binnen ging. En waar het op een gegeven moment echt eventjes spannend werd was dat inderdaad een aantal kinderen lichte onderkoelingsverschijnselen kregen. Ja. Uh, en dan heb je uh, natuurlijk altijd te maken ook met, met, met vrijwillige medici die dan zeggen van ja, uh, dat, is, dat weet ik ook vanuit mijn uh, maritieme verleden, uh, onderkoeling is echt iets, op het moment dat die komt, ja, dan gaan ze bij bosjes tegelijk. Dus dat is even een spannend punt geweest, dat inderdaad de veiligheidsregio ook is gekomen, heeft gekeken. En eigenlijk heeft gezegd, het, het, het is dusdanig goed onder controle bij jullie. Laten gewoon uh, de boel de boel uh, zoals jullie het aan het organiseren zijn. Eigenlijk, uh, later ook de complimenten kwamen nog uh, vanuit de veiligheidsregio. Maar dat waren wel hele spannende momenten. En dan zie je dus, uh, nou, één, de teams zijn natuurlijk nog niet uh, op, die zijn wel op volle sterkte, maar nog niet op elkaar ingeslingerd. Maar je ziet wel dat er gewoon een harde kern van ervaring uh, zeg maar naar boven komt. Uh, die gewoon uh, op onderdelen onder leiding pakt en, uh, en gewoon goed zijn ding doet. En dat was, uh, dat was gewoon fantastisch. Ja. Nou, ja, wat jij schets nu inderdaad, ja. alle, alle dingen die uh, fout hadden kunnen gaan. En dat, dat, ik herinner me dat ook nog inderdaad, van daar was je gigantisch bang voor. Alleen wat ik ook moet zeggen is: van, het had ook een heel magisch gevoel, weet je. Je zat continu te denken: van ja, het is wel magisch, het is toch de saamhorigheid en alles. Het was heel bijzonder en, en heel erg kikken om mee te maken. Maar wel steeds op die achtergrond, wat, wat Robin en Eric ook benoemen, weet je wel van ja, als er maar niks gebeurt. Dus je probeerde er van, van het moment te genieten. Tenminste, ik weet nog dat ik het echt gigantisch magisch vond. Alleen je hoopte wel, ja. waarschijnlijk morgen kunnen we echt genieten als we dus horen dat er niet iemand onderkoeld geraakt is, iemand een tak uh, uh, op zijn hoofd gehad heeft. of dat er helemaal niks, uh, niks gebeurd is. Maar het had echt van het trok natuurlijk een deken van, ja. van donker te tronken, trok er over de Jamborette heen. En de Jamborette is natuurlijk al natuurlijk. Het is gewoon ja het zijn grasvelden. En in, in een weektijd wordt daar een compleet kamp wordt er opgebouwd, wat echt een wereld op zich is. En, uh, nee, en even gezegd, met Petra inderdaad, nog inderdaad die, die al die kinderen opving en van eten voorzag. Ver, en ja, het, het was wel een hele mooie avond ook. Ik denk, de, die kinderen hebben er ook op, op hun manier toch ook wel van genoten. Ja. Ze ja, zaten heen? er gelijk goed in met en zeker Achteraf wel, denk ik. Ja, denk we hadden, we achteraf, hadden ja. toen nog een kampstafcontainer die twee hoog stond. En we later nog een heleboel gezeur over ons balkonnetje gehad. Nou, los dat die bewoog. Uh, die mannen van het hekeltje, dat zijn altijd van die lompe, lompe lui zijn dat. Nou, die zeggen, nou, dan kan de winkel 12 of en dan gaat die tent nog niet weg. Maar nou, als je dan de nok van, uh, dat was toen de uh, Arts and Craft-tent, uh, ziet bewegen, die ging echt wel uh, op ja. en neer. Je denkt van, ja, nah, nou, ik weet het niet of die mannen zo gelijk hadden. Uh, en achteraf was dat ook echt wel uh, een van de punten waar, uh, nou, hij zal niet ingestort zijn, maar in ieder geval wel echt wel een risico was. Uh, als je daar dus heel veel mensen in droog had willen laten worden. Maar dat had wel een risico geweest. En achteraf kun je wel zeggen wat Richard zegt. De, de kracht van de jambo komt op dat moment wel naar boven drijven. Hmm. Je ziet iedereen, eh, jong, oud, iedereen zit je opstaan. En, en alles doen wat hij maar kan. Of ja. wat, weet je, er wordt gekookt. Alles wat medewerkers zouden eten in drie dagen... wordt in één keer gekookt door iedereen in die keuken. Iedereen helpt, iedereen... Is overal bezig om het juiste te doen of in ieder geval bezig te zijn en te helpen. Zeker dat het is wel de kracht ja. Ja. van zo'n vrijwilligersorganisatie dat niemand denkt: Nou, ik doe even niet mee of zo. Weet je wel, iedereen staat op, eh, ja, saamhorigheid ten top. Ja, dat, dat was inderdaad wel heel, dat was, was heel mooi om te zien. Ja. Uh, en ik uh, ga ook een klein beetje met Richard mee dat het toch ook best wel wat spannends had. Hm. Bij mij kwam het besef hoe erg het was, uh, was toen mijn zusje Janneke. Uh, Belde dat ze thuis was en dat ze vanuit het subkamp met de kinderen. Uh, nou eigenlijk gewoon uh, uh, gevlucht was. Uh, en die stuurde wat fotootjes door uh, van, de, van de ravage onderweg. Ja. Toen dacht ik: Ja, we hebben hier misschien ook wel gewoon. gelukkig gehad ja. Gezwijnd zeker, met zeker. elkaar. Uh, niet, niet dat we dingen niet goed georganiseerd hadden, maar. Uh, nou ja. Ja, we echt, echt ook massief Die, gehad in die vallende bomen, die waren uh, allemaal misgevallen. Ja. En, uh, nou ja, ja, dat is wel mazzel. Nog wat loshangende takken in de rest van het kamp, uh, weg laten zagen. Dat zit. zit, dat zit. Ja. Wat ik herinner is dat we daarna wel echt 2015 ergens een samenhorig gevoel hebben. Want we ja. hebben dat met z'n allen iets meegemaakt. En daardoor kon het eigenlijk al niet stuk dat kamp. En ja. mooi weer daarna nog. Ja. Nee, de, de filmpjes van media uh, die uh, daarna uh, online kwamen, die waren, uh, die waren briljant. Die gingen ook volgens mij ongeveer uh, ja. Ja. viral. Met, uh, met Robin in zijn. Uh, uh, ...after uh, disaster interview. En de hindernisbaan was gelijk al. Hoeft niks op te bouwen. Kijk. En dat, dat zijn de positieve dingen. Hè? De hindernisbaan is er al. Hey, um, uh, de, dat zijn de, eigenlijk de pittige discussies. En de pittige dingen die we hebben meegemaakt. Die ik kan herinneren. Of uh, uh, tenminste als deelnemer en als medewerker. Uh, maar ook de leuke dingen, jongens. We moeten het ook over leuke dingen doen. Waarom is deze job het waard? Waarom is het gaaf om zo'n kamp te organiseren? En waarom doen we, komen we ons bed weer uit om het over honderd ja, dagen gewoon opnieuw te doen? Als je aan het einde van het kamp, uh, en dat, dat vond ik. Eigenlijk alle edities dat ik erbij ben geweest. als je dan op het. Uh, de laatste keer op het bordes van het mokkie stond. Uh, en uh, het vuurwerk. Uh, uh, of de afsluiting uh, draaide. dat je elkaar dan aankijkt. en zegt, je, Jee, we hebben het. Wat, wat, wat hebben we hier met elkaar neergezet. En met elkaar is, is zeker niet alleen. Uh, de kampstaf, dat is de, de iedereen die uh, de laatste jaren. Uh, iets van blauw aan had. Uh, uh, dat gevoel. Nou, dat is gewoon. dat is bijna om beschrijven. Als je op dat moment uh, aan mij een, uh, een een contract onder mijn uh, onder mijn neus had geschoven, uh, waar ik uh, voor de komende tien edities had moeten tekenen, dan, uh, dan, dan, dan had ik dat waarschijnlijk gedaan. Want ja, dat is zo'n gaaf gevoel. Dat is echt het. Uh, dat vind ik het mooiste. Vond ik het mooiste moment. Het is gelukt. Kijk eens wat gaaf. Wat, wat hebben we toch met elkaar gemaakt? Ja, dat is echt uh, fantastisch. Ja. ja, ik vind ook de combinatie tussen uh, dat je, dat je... Het als blauw zo leuk hebt met elkaar en zo'n zo gaaf kamp uh, hebt, maar tegelijkertijd, of misschien dat is eigenlijk misschien de prio... maar uh, zoiets moois kan organiseren voor de jeugd. En dat je ze elkaar uh, ja, die culturen laat ontmoeten en dat je alles daar hebt staan en, en ze gewoon bij elkaar uh, even de tent binnenlopen, of even kijken. Hé, hey, wat doen jullie? En totaal andere landen. Dus ik, ik vind de combinatie tussen het als blauw zo leuk hebben, uh, echt iets neerzetten waar ik denk dat menig betaalde job. Uh, of betaald bedrijf, of gewoon een professionele organisatie, niet aan kan tippen. Ja, dan is dat natuurlijk kicken wat we met elkaar organiseren. Je hebt zelf een gaaf kamp, maar je organiseert tegelijkertijd iets onvergetelijks voor de jeugd. Die helemaal hierheen komt uh, en uh, ja, echt een, 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 iets in hun opvoeding meeneemt en iets in hun hele leven aan wat ze beleven. Ja, die combinatie is natuurlijk geweldig. En ik ben, dat vind ik ook het leuke, dat is een beetje cliché. Maar ik vind het ook leuk om deze positie, omdat je gewoon kan zeggen hoe trots je bent op iedereen die bezig is. Dus als ik dan gisteren rondloop, eh, gisteren hadden we knutseldag, en dan vraag ik aan iedereen eh, wat ze aan het doen zijn. En dan zie ik ze vol glundering vertellen over hun, hun, hun nummertjes die ze geschilderd hebben. Of hun, hun, uh, ja, hun trefbalspelborden, Ik weet niet eens precies wat ze gemaakt hadden. Dan denk ik, moet je toch kijken hoe trots ze zijn en hoe leuk ze het hebben met elkaar. En ja, daar kan ik dan gewoon van genieten. Dat, dat vind ik ook gewoon leuk. Dat soort kleine dingetjes, ja. Ja, dat is te gek. Uh, kan je, kunnen jullie één specifiek voor jezelf een. een, een een gebeurtenis op een van de Harlem Jamarettes in 2003, 7, 9, 11, 15 en 19 benoemen. Dat echt denk van dat je, waar, je, waar je aan terugdenkt, waar je met heel veel plezier aan terugdenkt. Dat, dat was gaaf. Gracht. Ja? <laughs> denk je aan de gracht? Ja, ja 2003 is absoluut uh, uh, de gracht. Ik bedoel, we hebben het nu over gehad, van dat ik natuurlijk toch wel uh, een, een, een afstand had tot, tot, het, uh, tot de voorbereiding. Dus uh, ik weet nog goed, ik riep van... Uh, ja, eigenlijk wist de huidige kampleiding, die zeiden van ja, we gaan wel een gracht uh, bouwen, maar we weten eigenlijk nog niet hoe we dat gaan doen. En toen zei ik van, nou nee, okay, ja, geef die dan maar aan mij, dan haal ik dat in ieder geval bij jullie, uh, bij jullie weg. Nou, ja, dat kun je wel snel roepen. Maar ja, op een gegeven moment, hoe ga je dat in godsnaam aanpakken? Ik geloof dat een gracht van plan waren van een meter of zestig, uh, of overdrijf ik het dan? Laten we groot denken, zeventig meter. Maar dat was echt een fysieke gracht? Een fysieke gracht en... Uh, nou ja, Robin had het erover dat hij in het buitenland zat, die zat in Curaçao en ik zat in Amerika en uh, Curaçao is het dichtstbijzijnde plek om uh, Koninginnedag uh, te vieren. Dus uh, ik daarheen en toen gingen we samen het over de gracht hebben. Nou, dan ga je erover nadenken, hoe, hoe moet je dat doen? Je hebt zandzakken nodig, hoeveel zand heb je nodig? Probeer het allemaal te bedenken, duizenden kilo's zand. Nou, op een gegeven moment hadden we een heel schema gemaakt dat uh, die gracht, moest geloof ik, in een, in een uurtijd moest er dan toch wel zijn met alle deelnemers. Nou, we gaan, we gaan bouwen en we zouden ook nog tickets uitgeven. Als iemand een zak neergelegd. Moest je zelf vullen met zand neerleggen. Gijs eerst nog met de bulldozer. echt uh, duizend kilo's neer, neerleggen. En op een gegeven moment we gaan beginnen. En uh, nou, Robo, uh, uh, Robin was niet maar Ik zat een beetje te time. En op een gegeven moment, ik geloof die gracht, na een kwartiertje. lag die gracht. Die lag er al. <laughs> en nou, toen begreep ik ook uh, de, de kracht van veel mensen uh, dat, dat die er was. En op een gegeven moment was, wa wij de berekend, Robin en ik, van ja, dan ga je zijn zak vullen en uh, de snelste die gaat het in 30 seconden doen of zo. Maar ja, als er zoveel mensen tegelijk uh, gaan, was het gemiddeld geloof ik 0,8 seconden of zoiets van het subkamp dat, uh, dat gewonnen had. Nou, die gracht die zag er prachtig uit, die was ook helemaal waterdicht. En in het verloop van het kamp, toen het mooiste dat ik zoiets had van, ja, is die gracht nu geslaagd? Nou, voor mij was die geslaagd ten eerste omdat er op een gegeven moment gewoon echt ouderwets een fiets in de gracht lag. Nou, dat was voor mij echt van, ik kwam langs, ik zag die fiets liggen. Toen zei iemand tegen mij van, ja, dat kun je toch niet toelaten als leider. Ik zei van, nou, ik vind het helemaal geweldig. Helemaal in thema. Helemaal, helemaal in thema. En uiteindelijk kwam ook nog Piet Paulusma. die was uitgenodigd door een groep om daar zijn weerbericht te doen. En dan zag je op de achtergrond een mooi bruggetje erover met lampjes. En je zag zo in het shot, zag je, zag je die fiets in die gracht liggen. En dan... Uh, voor mij was toen de Jan Beretta al geslaagd, toen moesten we nog, nog acht dagen. Ja. ja mooi, en volgens mij hebben we in 2007 uh, 100 jaar scouting uh, gevierd, was toch 2007? Ja. En ik weet dat we toen in ieder geval, uh, echt, ik ben natuurlijk een beetje van de media, maar echt uh, heel media Nederlands een beetje op bezoek hebben gehad. Ik denk dat dat dan was tijdens onze opening, uh, uh, maar in ieder geval hebben we behoorlijk in de picture uh, gestaan. En dat was ook alweer heel mooi hoor. En Dan zie je toch ook wel dat, dat vanuit Scouting Nederland uiteindelijk alle media ook naar ons toe gestuurd werden. Van ja, daar gebeurt het. En daar wordt Scouting beleefd. En volgens mij, als je die uitzendingen nog terugkijkt. en als ze nog ergens in de archief terug te vinden zijn. Dan, dan zie je ook gewoon die energie ervan afspatten. Uh, gewoon zowel bij de deelnemers. als bij de, bij de medewerkers. Ik denk dat dat wel, wel hele mooie momenten zijn hoor. Ja, en, en, en ik vind het mooi eigenlijk. Hè, want ik heb hem dan een paar keer natuurlijk gedaan. Um, die laatste medewerkersbijeenkomst, of eigenlijk die medewerkersbijeenkomsten in aanloop naar het kamp zijn eigenlijk precies ook wat jij zegt, weet je. Dan komt het bij elkaar. Je zit natuurlijk met die kampstaf, zit je met een mannetje of vijf, zit je dingen te bedenken. Uh, je zit dan wel in de teamleidersbijeenkomsten, zit je, zit je eens en zoveel tijd bij elkaar. Maar op het moment dat je dan op het terrein van de BIM of het terrein van de VP al die lijben bij elkaar ziet, al die enthousiaste verhalen hoort en die energie voelt, ja, dat, dat is meestal wel een enorme motor, vind ik ook weer, om weer die laatste spurt ook te maken. Want het laatste moet het wel allemaal op elkaar, bij elkaar komen natuurlijk. En alle, alle puzzelstukjes in elkaar geknopt. Uh, ja, en ook altijd worden. iemand wat. Er zijn altijd wel mensen die dan weer iets heel speciaals doen. Hè? Waar je aan refereert: dat 100 jaar Scouting. Toen, als ik het goed zeg, is dat de officiële huldiging, of hoe noem je dat, ceremonie was op brownsea Island, heet dat nou ja, geloof ik? Dat in Engeland. Ja, ja, En ja, dat vond ik wel mooi, want ik deed. Nee, nou ja, ik was hoofdmedia. En nou ja, NOS 8 uur journaal, NOS op 3 naar nou gewoon. Telegraaf, Volksstrand. Uh, ik ben het niet gewend, Robin wel, maar ja, die was kampleider. Dus ik kreeg opeens, kreeg ik echt, vanuit duizend hoeken kreeg ik allemaal telefoontjes van dat ze wilden komen. Maar het mooie was, dan staat er eigenlijk de hele Nederlandse pers in, uh, tijdens ook onze, onze eigen ceremonie. En op een gegeven moment op het grote scherm komt gewoon opeens Brownsea Island komt Precies, op ja. het scherm ja. gewoon live. Want ja. dat was dan geregeld door Jeroen Koster en die had een satellietauto geregeld. Ja, ja dat is dan ook de jamberette, want dan stond iedereen daar te kijken. En het mooiste vond ik nog... Dat dus dan de mensen van het NOS 8 uur journaal uiteindelijk dus naar ons toe kwamen. Van ja, mogen we alsjeblieft een tapeje hebben van de live-opnames. die jullie zojuist hebben laten, laten zien. Ik denk ja, dat, dat is ook de jamboree. Ja. Heel veel contacten, heel veel mensen die er gewoon vol voor gaan. en op hun eigen gebied, dus dan ja, het maximale eruit, eruit halen. Stiekem, toch een bizar groot netwerk. hè? Gigantisch, ja, gigantisch. Leuk. Wat, wat, wat ik een van de, ook van een van de mooie momenten vind is. Uh, de, het moment dat de. de opbouwcontainer, die dan uh, hm? dat we elke keer weer hopen dat die, als die opgepikt wordt, niet uit elkaar valt. Hm? Uh, dat die wordt neergezet en, uh, en de eerste kop koffie wordt gemaakt en, uh, en dan uh, meestal uh, hoofdfacilitair die dan begint uh, te vertellen wat er uh, moet gebeuren. De vrijdag, zaterdag voordat het, uh, de week voor het kamp begint, dat je dan en dan sta je, zit je gewoon met z'n allen, of met een select gezelschap zit je op een weiland uh, op drie... Uh, Beroemde Jumbo-banken uh, Met een kop koffie. En uh, een week later staat er gewoon een dorp. Met uh, nou ja, 4.500 inwoners, inclusief alle, alle medewerkers. Inclusief bar. Ja. Mm -hmm. Nou, alles. Te gek. En uh, jij, Tamara, kun jij één, uh, één ding noemen? Eén ding. Nou, ik vind eigenlijk de inloop vind ik altijd geweldig. Als dan. Uh... De groepen aankomen en je ziet van die kleine guppies met zo'n veel te grote rugzak. Ze je lopen zeulen en je kijkt om je heen en je denkt, nou gaan we echt beginnen? Ja, dat, dat, dat vind, ik, vind ik al een magische start. Weet je wel, dan krijg je een soort adrenaline met elkaar. Dat je denkt, oh nou, nou komen ze. En ze, ja, ze hebben weer van alles meegezeuld. En ze hebben weer allerlei dingen gemaakt. Of, uh, ja, dat, dat vind ik echt, echt heel mooi als ze dat uh, doodelzak aan het spelen Soms, uh, weet je, dat, god, uh, ja, dat, dat geeft mij al echt een, 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 een uh, ja, heel goed gevoel aan het begin van zo'n. Uh, ja, een ja, start eigenlijk. He, ja, die, die deelnemers, ja. daar zitten ook allemaal verhalen in hè, met uh, jamboretten en dergelijke. Dat ze jaren teruggaan. Dus ken jij een uh, familie van de Seventh Ashford uit, uh, uit Engeland. Je had ze toch op het podium gedaan de vorige editie met z'n drie naast elkaar, ja, Drie generatie. We generaties? hebben de, uh, de afsluiting hebben we uh, de, van één groep die al echt. Uh, de, 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 de sullies zijn dat. Uh, die echt al jaren en jaren uh, komen. Hebben we opa, uh, zoon en uh, kleinzoon... Uh, hadden we erbij om de, om de vlag uh, te strijken. En uh, achteraf kreeg ik ook nog uh, van... met name van, uh, uh, van de opa... Uh, die zei het niet met zoveel woorden... maar dat kwam ook een beetje omdat hij ze ook niet meer had. Op dat moment. Dus die... Uh, die stond echt met tranen in zijn ogen van oh. hoe bijzonder uh, dat hij dat vond. Ja, en vader zei uh, achteraf van nee, nee, ik heb helemaal niet gehuild. Ik had continu alleen een vliegje in mijn ogen. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, Nou, dat, dat, dat zag je ook wel. Die drie waren heel erg uh, emotioneel op het podium. Uh, dat is wel mooi hè, naar nou, Jan Berrette, dat het zo lang terug gaat. 1972, Piet Honnerdoos met zijn club heeft het uh, gestart. Het verhaal uh, gaat nog steeds, tenminste de legende zegt uh, volgende keer bij ons. Um, Piet en bedankt. De, ja, dank. Piet is de enige kampleider die hier niet aanwezig is. Van alle kampleiders die wij tot nu toe hebben gehad, overleden ja. in 2019, hebben jullie veel van Piet geleerd? Uh, uh, toen, hij, uh, toen hij nog als adviserende rol ernaast stond, of een mooi verhaal? Of, want ja, we moeten toch Piet ook even benoemen in de, in de kampleiders? Ja, ik, ik, denk, ik denk wat je van, van, bij, bij Piet zag, dat was toch wel de enorme energie. Uh, de, de, uh, zeg maar, hij ging ook een beetje voor die enorme vibe, ging die uit, zal ik maar zeggen. Ik denk dat hij echt wat de drijvende kracht is geweest om al die mensen bij elkaar te brengen. En hij heeft toch dat vliegwiel in beweging gebracht, waar we nu nog steeds profijt van hebben. Want dat, dat, dat wieletje dat is gaan draaien door Piet. Die met een klein clubje. En het clubje is veel breder. Hè? Dat moet er altijd bij zeggen. dan alleen Piet en, en Wil. Uh, er zijn een aantal namen die daar, uh, die daar toen aan die kar getrokken hebben. maar die hebben toch daar uh, op dat naaldenveld. met 400 en 700 man. Uh, gedacht van dit kan veel groter. En die hebben natuurlijk ook op een gegeven moment die sprong uh, gemaakt. Ja. in 1985 even uit mijn hoofd naar uh, naar Spa en om het echt groot, uh, groot te maken. En ik denk dat die energie. en die kracht. en ook de laatste keer dat hij er gewoon weer was. Uh, en ook alle. Uh, nou ja, zeg maar, alle oude uh, bekenden weer, uh, weer omhelsten die hem weer, die hem weer kenden. Ja, ik, ik, ik denk dat dat wel echt zijn kracht is geweest. Zeg maar, om de mensen samen te binden op het moment dat die auto, dat automatisme er nog niet, uh, nog niet was. En daarna natuurlijk heel lang uh, uh, wel uh, met iedereen uh, dat, uh, dat vliegwiel uh, voort, uh, voortgeduwd. Ik denk dat het mooiste is van Piet uh, ja, en Wil en het clubje eromheen. Ja, ja. en ik, ik denk dat we. Um... Dat hebben Robin en ik denk vooral dan uh, meegemaakt. De, uh, op een gegeven moment was Piet niet meer uh, de vraagbaak uh, van hoe organiseer ik nou een kamp. Maar het was wel uh, de vraagbaak of eigenlijk een beetje de bewaker ook van de ziel van de ja. Haarlem Jan Brette. Ja. Dus uh, voor mij was het ook wel vaak een beetje een spiegel van... joh, vergeet niet uh, waar het daadwerkelijk om draait. Ja. En, en dat nu er allerlei regels waren en dat er van alles uh, totaal anders was en dat we in een computer's hadden en ons zorgen maakten over de wifi-dekking en al dat weet je, daar was hij nooit mee bezig geweest. Nee. Maar, maar waar gaat de Harlem Jamboree om? Eh, uh, ga naar de mensen toe. Uh, nou, dat heeft hij volgens mij tegen jou, ja. Robin, ook re regelmatig geroepen. Ga zorg dat je met de mensen praat. Uh, ja, laat je zien uh, dat. Dat heb ik heel erg van hem mee. Nee, helemaal één hoor, want ik vergeet dat inderdaad, want de eerste keer dat ik een Jan organiseerde ging hij niet naast me zitten, Die zei, je hebt het goed, goed gedaan, maar hij vond dus dat ik te weinig inderdaad naar de groepen toe ging, dus oh. te veel, uh, een beetje vanuit meer managementrol uh, het kamp had, uh, had gedaan en ik kreeg uh, toch een klein beetje op mijn zuiger uh, op dat, op dat <laughs> moment uh, van hem, zou ik maar zeggen, dat ik veel meer uh, actiever bij de groepen uh, langs had moeten, moeten gaan. Nou, dat heb ik in mijn oren geknapt en de jaren daarna uh, beter ja. gedaan, denk ja. ik. Ja, nee, de kracht van Piet... Nou ja, het is eigenlijk al verteld natuurlijk... Hè, van vooral het, 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 het verbinden van mensen is gigantisch belangrijk. Dus um, als je mij vraagt... Van, uh, is, is, is Piet uh, een, een grote organisator? Nee, ja en nee. Uh, aan de ene kant deed hij ook heel veel zelf... maar zijn grote kracht was echt het juiste team uh, om hem heen brengen. Ik ga niet alle namen opnoemen, want dan vergeet je er altijd eentje. Maar die kern... Die, 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 die bestaat. En als je dan ook ziet van uh, toen ik het voor het eerst ging doen, dan vraag je eigenlijk van: Oké, okay, uh, ik neem aan dat alle jaren waar ik voorbij heb zien komen, er zijn natuurlijk draaiboeken. Nee, die draaiboeken die zitten in de hoofden van de mensen. En als je dan ziet hoe geolied we al uh, nou ja, sinds 1922 dus al 50 jaar lang, een Jambarette met z'n allen organiseren. En natuurlijk zijn er wel hier en daar draaiboeken en evaluaties, hè, maar het, groot, het grootste gedeelte zit, zit allemaal in die kopies. Van uh, al onze medewerkers. En uh, ja, dat is prachtig. En dat kun je alleen maar doen door het Piet gewoon uh, ja, het vliegwiel op aangeslingerd. En gezorgd is dat wat, uh, dat eigenlijk uh, ja, wat hij op neergezet is uh, blijft uh, voortbestaan. Ja, dat was hem. Dat was onze eerste podcast van, uh, uh, van de arnhem Jammerette. Uh, met de kampleiders. Dank jullie yes. wel allemaal dat jullie erbij waren. Toch wel, wel een hoop ervaring uh, uh, komen, Leuke verhalen. Um, laatste vraag. We hebben de volgende keer: kunnen we Roel Schaars krijgen? Hebben jullie een leuke vraag voor Roel? Die wij echt moeten stellen. Ik zou Roel eens een keertje zonder baard willen zien eigenlijk. Roel zonder baard. <laughs> zonder Volvo? Ja, we, moet, we moeten misschien niet vertellen wat we net... Uh... <laughs> nee. nee. Uh, ik zit even te denken, wat hebben we aan uh, rol? Uh, en dat moeten we natuurlijk niet, uh, niet uitvlakken, is nog steeds uh, de drijvende kracht achter het uh, klusteam, wat ja. nog steeds iedere woensdag uh, uh, trouw bij elkaar komt. En dat is een klusteam wat veel breder Wordt ingezet en uh, dan alleen voor de Jamboretten. Uh, maar dat zijn toch ook mensen die uh, zeg maar dat vliegwieletje van, uh, van Piet nog steeds laten draaien op een hele andere manier. Want Piet was ook een heel actief uh, lid daarvan. Het uh, is geen vraag eigenlijk, het is meer een soort oh, van. compliment. Uh, een compliment. compliment. Ja, compliment. ja, ja je door. Als je Roel ja. ook vorig jaar voor opeens zag staan, gewoon uh, op een zaterdagavond om 11 uur in het patronaat bij de Dijk. met um, allemaal mensen omheen die gewoon uh, 40, 50 jaar jonger waren. En, uh, <laughs> Die, dat hij bewonderd uh, aangekeken werd door alle jonge dames uh, van rond, uh, <laughs> rond de 30. Bekend getal, trouwens, rond de 30. Voor je maatschelijke <laughs> maar leerlijk van Robin. Ja, dat is prachtig, maar echt een vraag aan roel. Ja, ja, ja. Hoe blijf je zo energiek? Hoe, hoe krijg ja. je het voor elkaar om, uh, om maar door en door en door te gaan? Uh, tot je uiteindelijk 110 bent en toch nog een stapje terug zou moeten doen? Ik ga me stellen. Hm? Dank jullie wel uh, voor deze podcast. <middels>